L van Minerva. Ik kan u even niet verstaan. Meer of minder Marokkanen? Over my dead body. Mensen willen gewoon oplossingen voor problemen. Oh, je gaat dus helemaal mis. Achter de voordeur komen, heropvoedingskampen. Caroline? Het is tijd voor nieuw leiderschap. Vrijheden inperken moeten we nu doen. Met mee. Goedenavond, het is vrijdagavond 9 uur en op dit moment geen chips, nootjes en bier. Want tot aan de verkiezingen nemen we u aan de hand, want wat moet u toch weer stemmen dit keer? Dit is dus schermtijd voor politieke partijen. En als eerste twee gasten heb ik één iemand die in de Kamer zit en daar heel graag wil blijven. En één iemand die ooit in de Kamer zat en daar zo graag weer naartoe terug wil. Van Code Oranje, Richard de Mos. En van Splinter, Femke Merel van Kote Arissen. De leukste naam om uit te spreken. Leuk dat je er bent. Ja. Ik zeg nog even wie er naast me zit, want dat is Bart Nijman. De kanarie in de kamer. De kanarie in de kamer, dat is beter dan de olifant. Maar goed, leuk dat jullie er zijn, Femke Merel. Laten we gelijk met de deur in huis vallen. Is het haalbaar? Ja, tuurlijk. Ja? Ja, anders was ik nooit al begonnen. Nee? Nee. Het lijkt me wel lastig, met als één zetel. Nou, het is niet zo heel lastig, want ik heb natuurlijk al wat dingen bereikt. En mensen kennen mij daardoor al. Ja, de zorgbonus die maar liefst 2,2 miljard los heeft gekregen uit de staatskant. Ah, je hebt ons zo als een soort deel Robin Hood. Zou, die optelsom zou ik niet te hard benadrukken misschien. Voor nee, het. Nee. Ik ben er best wel trots op. Want welke partij is dat nou gelukt? Ook geen grote partij. Dus 2,2 miljard. Gewoon zo, boom. Gewoon dus extra. Geen kasschuif of zo. Maar echt gewoon extra naar de zorgmedewerkers. Ja. Daar ben ik wel trots op. En ik heb natuurlijk in de parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag gezeten. Ja? En ik heb het rapport Ongekend Onrecht geschreven, waarop Rutte 3 is gevallen. Dus ja. Het is niet dat je niks bereikt hebt, waar je nee, zegt. Nee. Dus daar ben ik wel heel erg trots op. En het is ook echt mijn roeping om voor de kwetsbaren in de samenleving op te komen. En dat zijn er inmiddels nogal wat. Dus dat. Ik ga voortzetten. Ja. Oké, nou, in ieder geval alvast succes. We gaan het er nog uitgebreid over hebben. Richard, is het haalbaar, Code Oranje? Je ja, dat is ook zeker. Niet altijd de schijn mee, hè? Nee, maar dat is ook waar gehakt wordt, vallen spaanders. En ik ben natuurlijk een politicus wat niet met milde mond praat. En dan recht op zijn doel afgaat. Ja, en de ombudspolitiek die ik natuurlijk in Den Haag al enige tijd bedrijf, is daar heel succesvol. De grootste partijen al lange tijd. En we hebben nu een netwerk van heel veel lokale partijen. Tientallen door het hele land heen. En we zien overal waar we komen. We gaan ondanks corona het land in. Dat mensen laaiend enthousiast zijn. En dat mensen die ombudspolitiek van onderaf politiek bedrijven heel erg waarderen. En we worden al gepeld op een zetel. En dan weer even niet. Maar op een goede dag gaan wij 2 tot 3 zetels zeker halen. Ja. 2 tot 3 zetels zelfs. Zeker, want je wordt nu gepeild op een goede dag op 1. Ja, maar we hebben die ene al gehad. En in de andere peilingen staan we al wat langer op 1-2. Maar wij gaan dat zeker halen. We hebben ook een hele goede kandidatenlijst die heel gebalanceerd is met mensen die met hun poten in de modder staan. Peter Plasman natuurlijk op nummer 2. Ruud Kornstra, energiecommissaris op nummer 4. Dus we hebben Tania Hoogwerf, goed raadslid uit Rotterdam, op nummer 3. Dus we hebben een goede lijst. En we hebben heel veel lokalo's. We hebben van de 20 kieskringen waar we overal meedoen. We doen in alle kieskringen mee, ook op de Bovenwindse eilanden. Dat is knap. Daar gaan wij heel veel scoren, want wij hebben op iedere kieslijst op nummer 7 een lokale held. En dat is heel erg belangrijk om juist die lokale problemen die landelijk opgelost moeten worden, om die in de Kamer eindelijk eens een keer te gaan laten horen. Oké, dus je hebt er ook een vol vertrouwen in. Jij hebt het nadeel dat je niet in de Kamer zit en daardoor ook minder aandacht krijgt. Hè? Er worden minder snel een microfoon onder je neus geschoven. Ja, toch op het blik van aandacht. Kijk, het moet niet Calimero zijn. Je moet geloven in het eigen verhaal. Ik denk dat wij als nieuwe beweging veel aandacht hebben gecreëerd al. Maar ook vooral aandacht in de regionale pers. Met regionale problemen. Morgen ga ik bijvoorbeeld weer naar Overijssel toe. Ga ik daar op campagne. Gaat Tubantia de hele dag mee. En die gaat dan ook kijken van wat voor soort politiek bedrijven we nu. En dat doen we al weken, maanden in het hele land. En daar halen we ook regionaal pers bij. Dus het hoeft niet altijd de mainstream media te zijn. En via de social media kanalen zijn we ook zeer zichtbaar. En we hebben gewoon een goed verhaal te vertellen. En daar moet het om gaan. En daar bereiken we heel veel mensen bij. Politieke partijen, ze hebben allemaal een heel goed verhaal. Ja, in ieder geval de baas boven baas. Bij jou duren de verhalen soms wat langer, maar het is een goed verhaal. Het is altijd een stevig verhaal. Dat is zeker weten, Tom. Wat is de overeenkomst tussen jullie twee?
Nou, als ik zo vrij mag zijn, denk ik dat wij allebei vooral de burger wat meer aan het woord willen laten. Als ik ja, die directe democratie. Ja. Ja, absoluut. En hoe zien jullie dat voor je, Femke? Nou ja, vooral door de expertise uit de samenleving op te halen. En dat ik denk dat dat wat anders is dan hoe Richard het zou doen of doet. Want we hebben natuurlijk een digitale platform, de fractiekamer.nl. Dus het is wel echt een wonder dat dat nog beschikbaar was. Maar... Kun je heel kort uitleggen wat dat nou precies is? Ja, nou, bijvoorbeeld het verkiezingsprogramma waar ik echt veel te lang over gedaan heb... en wat inmiddels 100 bladzijden lang is, zonder opmaak. Dus echt alleen maar tekst. Dus dat wordt nog wat. Maar dus ik heb dat grotendeels ook in de fractiekamer gezet. En mensen konden daar echt een maand lang allerlei input op geven. Ik heb daar ook vaak op gereageerd. En, dus het is maar dat mee in je plan. Ga je dan aanpassen? Ja, dus dat heb ik ook al schrijvende heb ik dingen aangepast en toegevoegd. En ik heb ook mensen gevraagd, bijvoorbeeld een arts, om naar het gezondheidshoofdstuk te kijken. En ik heb gevraagd naar dus een privacy-expert om naar het privacy-hoofdstuk te kijken. En een boswachter om mee te kijken naar het natuurprogramma. Maar in hoeverre is het op een gegeven moment nog je eigen plan? En ga je iets aanpassen omdat een expert dat zegt? Wil jij ideologisch wil ik wat anders. Ja. Nee, ik zit natuurlijk al een tijdje in de politiek. Ook dus regionale politiek heb ik, dus provinciale statenlid geweest. Maar ik ben ook commissielid geweest in de gemeenteraad van Utrecht. En ik ben al 4 jaar Kamerlid geweest. Het voordeel van een splintertje zijn is dat je ook overal en bijna aan alle debatten meedoet. Dat wil zeggen, als je taak serieus neemt. Dus dan heb je heel veel expertise. Zei ik iets geks? Nee. Ja. Nee, maar wij denken aan dezelfde persoon. Ja, okay, ja, precies. Vraag was oorspronkelijk, je gaat met mensen praten. Ja. Je hebt je eigen ideologische ideeën. Ja, absoluut. Gaan experts of zogenaamde experts gaan erop reageren. Ja. In hoeverre bijt het dan met je ideologische plan? Denk je, ja, eigenlijk wil ik het zo. Maar deze meneer zegt, dat is niet zo handig. Nou ja, als het er niet in past, hè, we hebben ook dus partijbeginselen. Dus persoonlijke verantwoordelijkheid, persoonlijke vrijheid, mededogen, duurzaamheid. Maar ook dat de plannen niet ingaan bijvoorbeeld tegen mensenrechten en kinderrechten. Dat snap ik. Dus als het daar niet in past. Dan past het er niet in. Jij hebt een plan. Ja. Jij legt het voor aan expert X. Expert X zegt, dit is niet haalbaar. Ja. En jij denkt, maar dit is wat ik ideologisch wil. In hoeverre... Het moet natuurlijk wel... Ik bedoel, je mag best een stip op de horizon zetten. Maar het moet uiteindelijk wel haalbaar zijn. Ja, maar heb je nou dingen aangepast waar je denkt van dat had ik ideologisch anders voor me? Nee. Dat niet? Nee. Dus het blijft wel jouw programma? Ja, absoluut. Dus het blijft ons programma, want er staan ook mensen op de lijst. Bijvoorbeeld een mantelouder. En dus ook industrieel ontwerper is aan de tuin. Ja, een mevrouw die tegen stotteren werkt. En een ondernemer die heel erg in de duurzaamheid zit. En er echt zakenvrouw van het jaar is geworden. En weet je wel, er zitten echt gewoon goede mensen ook op de lijst. Die meedenken met het programma. En we willen allemaal dezelfde richting op. Dat is fijn. Maar is het nog directe democratie? Ja, dat denk ik wel. Want op het platform geef je dan aan van dit is de route, dit is het programma, geef je input. Als ik het er niet mee eens ben, dan kunnen we het er ook over hebben. Dus ik heb ook, soms heb ik mensen overtuigd, soms hebben mensen mij overtuigd. Maar het werkt dus niet dat je zegt van ben je voor dit en je laat je achterban stemmen en dan zeg je oké, maar dan ga ik dat doen. Nou ja, bijvoorbeeld dat zou je kunnen doen met bijvoorbeeld moties, maar dan houdt het Kamerlid altijd wel de laatste. De regie, zeggenschap, want dat zou anders tegen de grondwet ingaan. Dat hebben jullie met geen pijl ook gemerkt dat niet helemaal. Dus dat je bijvoorbeeld zegt, er wordt elke week gestemd over 150 moties bijvoorbeeld. En dan kun je dan kijk je naar je partijbeginselen, kijk naar je partijprogramma. En dan kun je zowel links als rechtsaf, je kunt zowel voor als tegen zijn. Er zijn goede argumenten voor. Maar er zijn bijvoorbeeld ook medisch-ethische zaken waarvan je denkt van, of dingen die je gewoon niet hebt kunnen voorzien in je verkiezingsprogramma. Want niemand heeft corona kunnen voorzien. Die geef je dan terug. En dan kun je zeggen, we nemen dat zwaarwegend mee. Het is niet heel erg directe democratie dus. Als ik het even helemaal plat mag slaan, is het niet de zaak dat je nu eerst de eerste horde neemt en in de Kamer komt en dan daarna misschien wat verder gaat uitwerken hoe je... Dit klinkt een beetje... Ik heb een beetje flashbacks naar het Geen Pijl-verhaal van 4 jaar geleden. Ja. Waarin wij ook alle details op orde willen hebben. En toen eigenlijk een beetje vergaten dat je ook wel eerst nog een zetel moet halen. Voordat je
Dus moet je sommige dingen misschien niet een klein beetje andersom benaderen? Van, nou, eerst die kamer in. Ja, absoluut. Absoluut. Want er had natuurlijk nog veel meer interactie kunnen zijn op het platform. Dus we hebben het gelanceerd van nou ja, zo ziet het eruit. Je kan alvast meepraten over het concept partijprogramma dat ik 's nachts na mijn debatten zit te schrijven. En dan kan ik daar alvast dingen in aanpassen. En iedereen ziet dat het werkt en dat het privacy-proof is. En na de verkiezingen gaan we dat veel verder uitbouwen. Maar dan hebben we hopelijk ook meer budget. Want er zit nog lang niet alles in wat we erin zouden willen hebben. Dus dat wordt op een gegeven moment ook nog uitgebouwd. Ja. Richard, als jij dit zo hoort, hoor je dan directe democratie? Of? Nou ja, het vasthouden aan een ideologie dan wat minder. Ik hoor wel heel veel herkenbare dingen die wij ook hebben. Wij hebben 3 doelen. Het eerste doel is die directe democratie gaan brengen. Met het ultieme doel bindend referendum. Maar goed, daar is natuurlijk een grondwetswijziging voor nodig. Maar dat is door Van Raak heeft de eerste termijn bewegen. Ja. Zeker. Daar ben ik ook van harte voor, hoor. Eerste goede stap. Ja. En daarbij hoort natuurlijk de gekozen burgemeester, maar ook de burgertoppen, burgerbegrotingen, burgerjuries. Maar wij zijn ook vooral met al die lokale partijen in het land bezig geweest. Die hebben we allemaal consultatie gedaan. Die hebben meegedacht, meegeschreven aan onze agenda. Die gaan we begin volgende week presenteren. En die hebben we gepresenteerd volgende week op basis van 11 speerpunten die we hebben. We willen niet een dichtgetimmerd verkiezingsprogramma hebben. We willen echt de basis 11. Daar gaan we ons de komende tijd druk over maken in de Tweede Kamer. Bovenaan de vrijheid van meningsuiting? Bovenaan de vrijheid van meningsuiting. Paul Staan voor de Rechtsstaat. Peter Plasman, die daar natuurlijk de kenner is. En daar hebben we 11 punten van. Die hebben we uitgewerkt in de agenda die we dus begin volgende week presenteren. Met daarbij een Doe Mee-app. Vanaf volgende week kan iedereen via die Doe Mee-app meedenken over onze agenda. En die agenda ook nog sturen tot en met begin maart. En dan hebben we de definitieve agenda waar we mee de Kamer in hopen te komen. Dus dat zijn dan die 3 doelen. Directe democratie. De lokale politiek een vuist geven landelijk. En dat is nodig. Kijk maar naar de tekorten die op gemeenteniveau plaatsvinden. 2 tot 3 miljard euro per jaar komen gemeentes tekort. We hebben natuurlijk de decentralisatie die volledig mislukt is. Ja. Dat zegt ook het Sociaal Cultureel Planbureau. Ja, het is keihard waar de lokalo's mee te kampen krijgen. Jeugdzorg die mislukt is, ouderenzorg, de participatiewet. Het zijn allemaal dingen waar we lokaal niet uitkomen. Nou, en de lokale kenners zitten aan tafel. Ik zit zelf natuurlijk in de Haagse gemeenteraad. We hebben hele delen van Leefbaar Rotterdam. En zo hebben we in het hele land tientallen lokale partijen die zorgen. Dichtbij politiek noem ik dat ook. Het voorzieningenniveau wat uitgehold wordt. Ja, en als gemeenten tekort komen, dan kunnen ze een aantal dingen doen. Dan kunnen ze of gaan bezuinigen, waardoor de voorzieningen nog verder achteruit hollen. Of ze gaan de lokale lasten verhogen. Of in het ergste geval, en dat gebeurt in heel veel gemeenten, ze doen het allebei. En als je nou zo luistert naar wat jullie allebei zeggen, dan klinkt het alsof jullie allebei een beetje dezelfde kant op willen. Je hebt allebei die directe democratie die niet helemaal nog direct is, maar je wil daar naartoe, daar zo dichtbij mogelijk komen. Nou, waar zitten jullie verschillen dan? Ik denk als je met een burger app, zij doen het met de fractiekamer, heet bij jullie. En bij ons heet het dan een Doe Mee-app. Ik denk dat ook een app hoor, maar dat kost ontzettend veel geld. Dat een hele goede stap is naar directe democratie. En als je eenmaal in de Kamer bent en je gaat zo ook verder werken, met grote thema's burgertoppen organiseren. Hè, bijvoorbeeld dus over de congres, landbouw. Je congres wordt gewoon een... Geen ledencongres. Hè. Wat je nu ziet bij de gevestigde partijen, die hebben een ledencongres. Nou, 2% van de Nederlanders is lid van een politieke partij. Die gaan het dan een beetje zitten te bepalen, die mastodonten. Daar willen wij helemaal van af. En we willen ook van links-rechts denken af. Dus iedereen kan meedoen met je Doe Mee-app. Ja. Ook als hij niet lid is. Is dat bij jou ook zo? Ja, absoluut. Dat is ook zo. Dat is belangrijk. Ja, absoluut. Nee. Mensen hoeven niet eens om te stemmen. Dat wil ik natuurlijk wel heel graag. Maar als politici, je hoeft niet bij te stemmen. Nee, als je maar gaat stemmen. Überhaupt, ik bedoel, je wilt toch van iedereen weten, ook van de mensen. Kijk, als je uiteindelijk Kamerlid bent, dan ben je ook niet alleen maar vertegenwoordiger van je achterban of de mensen die op je gestemd hebben. Dan moet je volksvertegenwoordiger zijn in het algemeen belang. Ja, maar jij hecht heel erg waarde aan dat woord echt volksvertegenwoordiger. Ja. Rechtstreeks vertegenwoordiger. Ja, absoluut. Ik wil even kijken naar of er wat verschillen tussen jullie zitten. Want het lijkt nu alsof je eigenlijk kunnen gaan fuseren. Nee. Nee. Oh nee. Nou, waarom zou je dat niet willen? Nee. Kijk, ook zelfs Ed, bijvoorbeeld zo'n kieswijzer.
Ja, dan zie je toch dat we toch heel erg ver uit elkaar liggen. Waar verschillen jullie op? Inclusiviteit misschien? Klimaat? Ja, dat denk ik wel. Want ik heb me niet heel erg verdiept in code oranje. Maar ik geloof dat jullie toch best wel anti-klimaatakkoorden zijn. Nee, ik denk het niet. Want wij hebben wel anti-klimaatakkoorden. Omdat wij vinden dat die akkoorden niks helpen. Die akkoorden kosten heel veel geld. Stok achter de deur. Stok achter de deur en daar miljarden aan investeren vinden wij een onverstandige beslissing. Wij geloven wel in de energietransitie. Neem nou bijvoorbeeld de windmolens. Dat is op land een heel groot probleem. En wij geloven in burgerparticipatie. Heel veel burgers willen die windmolens niet. Landschapsvervuiling, slagschaduw, dat soort dingen. Maar, kijk maar naar advocaat van de duivel, dan zeg je burgers willen dat misschien niet, maar we hebben die dingen wel nodig om die verandering te bewerken. Nou, daar was ik net mee bezig. Als je nou kijkt hoe je dat anders kan doen, daar hebben wij onze nummer 4, Ruud Kornstra, energiecommissaris. Wat is een energiecommissaris? Ja, dat is iemand die op alle... En heeft hij ook een wapen? Hij heeft zeker een wapen. Hij is ook bij de NVO zitten. Hij heeft een grote achterban. En hij heeft ervaring met duurzaamheid. Dat is zijn core business, is duurzaam zijn. En we hebben samen ook plannen daarover gemaakt. Een van die plannen is geen windmolens meer op land. Maar geef nou de huizen in Nederland allemaal zonnepanelen. Gewoon op de daken van de mensen heb je 3 winstpunten. Geen landschapsvervuiling. Je doet de energietransitie. En je hebt voor de burger een lagere energierekening. Dat is verstandig duurzaam. Een van onze basispunten, basis 11 punten. Daar geloven wij in. Maar wij geloven niet in maar aftikken en miljarden tikken. En die klimaatakkoorden. En het gedram. Het is namelijk niet samen met de mensen. Nee, door Amazon een datacenter wordt gekocht die een energiecontract afsluit met Eneco. En dat blijkt helemaal niet. Dus eigenlijk, wij zetten die windmolens neer. Dat verkopen we aan hun. Ze nemen het nog niet eens van ons af. Maar dit is een compensatie voor de troep die ze in Amerika verbruiken. Er staan hier polders vol met windmolens. Die lopen te draaien voor Google. Nou, ja. En dan vinden het heel raar dat de burgers geen draagvlak hebben voor duurzaamheid. Nee, zeggen op een verstandige manier duurzaam. Geeft burgers daarbij ook een stem. Je denkt dat wel iedereen een zonnepaneel op zijn dak wil? Ja, want een zonnepaneel, als dat jou direct in je portemonnee scheelt, dan staan mensen rijden dik. Nou, het moet direct wel bij de burger voelen van, hey, als ik dit zonnepaneeltje neem, wat geen landschapsvervuiling is, dan ga ik er financieel op vooruit. Dan is het ook buitengewoon interessant voor mensen om zulke... Dan maar geen mooi rieten dak. Nee. Nou ja, maar als je binnen in je huis zit, zie je dat rieten dak ook niet. Ik vind het ook wel een idee. We hebben Rijnenburg in Utrecht. Als je moet kiezen tussen zonnepaneel of windmolens, dan is zonnepaneel wel zonder twijfel de voorkeur. Dus dat is het voorstel. Ja, en zo hebben we met Ruud Kornstra, die daar in die duurzaamheidswereld zit, hebben we gesproken met elkaar. We zijn ook 2 tegenpolen. Ik kom meer uit het klimaatskeptische kamp. En Ruud wat meer uit het klimaatalarmistische kamp. Jij lijkt je kraan 30 minuten lopen voor lekker fris water. Ja. Hopelijk snap je wel dat het een geitje was. Maar er zijn nog steeds mensen die denken dat in huizen de mosterkraan nog steeds doorloopt. Nou, ik ben ook wel eens privé bij je geweest. En dan kan iedereen vertellen, dat is ook zo. Liet je door. Nee, maar dat is waar Code Oranje ook in gelooft. Een kandidatenlijst te hebben waar je tot elkaar komt. Ondanks dat het vertrekpunt van allebei verschillend is. Dat is ook wegdoen van links-rechts denken. En dat is wat Code Oranje Maar dat is uiteindelijk waar een Kamer ook voor bedoeld is. Zo'n breed mogelijke afspiegeling van de samenleving. Ja. Dus er moet een professor in zitten, maar ook een straatvlieger. Dus links en rechts alleen maar elkaar zit vliegen af te vangen. Ja. En juist de burgers in hokjes stopt. Dat eigenlijk uitvergroot. Terwijl heel veel mensen zitten juist in hetzelfde hoekje. Namelijk dat er te weinig werk is op een gegeven moment. Als de economie weer aantrekt. Dat mensen geen huis hebben. Dat er dus de komende 10 jaar 1 miljoen huizen bijgebouwd moeten worden. En er wordt op een gegeven moment wordt dan door rechts gezegd. Ja, maar dat komt omdat alle statushouders onze woningen inpikken. En links zegt maar je moet eigenlijk zorgen... Klopt dat trouwens eventjes? Want statushouders krijgen wel veel voorrang. Ja, absoluut. En wat vinden ze daarvan bij Splinter? Nou, dat je niet moet zorgen dat zeg maar, alle statushouders voorrang krijgen automatisch. Dat je een soort van tussenwoning neemt. Bijvoorbeeld, ik heb zelf als student vrij lang in zo'n containerwoning gewoond. Met alles erop en eraan. Dat was gewoon heel erg leuk wonen. Kijk, je moet zorgen voor humane, kleinschalige opvang. En als iemand statushouder is, dan... kijk, we hebben gewoon een heel groot woningtekort. En je kunt niet eindeloos blijven zeggen dat statushouders voorrang
hebben op mensen die al 10 jaar op de wachtlijst staan voor een sociale woning. En dat is gewoon echt heel schrijnend. En ik vind ook dat we daar niet meer van weg moeten kijken. En ja, maar zie je dat nu bij de linkerkant? Ik zie dat toch vaak een beetje aan de linkerkant daar een beetje. Nou ja, dat ook een beetje draait nu? Nou, dat weet ik niet. Want het is wel zo dat de linkerpartijen toch daar geen oren naar hebben. Er moeten miljoen huizen bijgebouwd worden. En ik vind echt dat je de afgelopen 10 jaar is het aantal daklozen meer dan verdubbeld. En dat zijn niet alleen de usual suspects die echt aan lage wal zijn geraakt. Maar er zijn ook echt mensen die gewoon echt een huis hadden en een baan. Oh, en op een gegeven moment dat allemaal kwijt zijn geraakt. Nee, ik werk in Utrecht met daklozen. Nou ja, precies. Er staan heel veel gewoon jongens die gewoon een normale baan hebben. Ja. Werkende armen. Dat gebeurt heel veel in Nederland. Ja, dus de deeltijders, de ZZP'ers, die zijn echt, dat is ook op een gegeven moment door de Raad van State aangemerkt als de werkende armen van Nederland. Nederland is echt koploper in het aantal deeltijdwerkers, ZZP'ers. Dus daar moeten we echt iets aan doen. En we moeten niet mensen in een hoekje gaan plaatsen van, oh ja, het is jouw schuld dat ik geen woning heb. Of, oh ja, het is jouw schuld dat ik geen werk heb, want ik word gediscrimineerd. Omdat ik... Je moet als overheid en ook als Kamer moet je de verantwoordelijkheid nemen om de zaken op te lossen. En niet groepen tegen elkaar op te zetten. En dat is iets wat mij echt ontzettend irriteert en echt boos maakt. Dat zowel links als rechts burgers zogenaamd door voor hen op te komen, hen eigenlijk tegen elkaar opzet en niet de problemen oplost. Want er heeft zo'n partij eigenlijk blijkbaar geen baat bij. Ze hebben baat bij het vergroten van de tegenstellingen. En dat is niet waar politiek over zou moeten gaan. Okay, maar dan ga ik een bruggetje maken. Ik ben het daar met Femke Meel eens dat het debat moet weer gaan. En in het debat is ook dat de ander gelijk kan hebben. Dus daar ben ik het helemaal over eens. Maar we hadden natuurlijk net wel over statushouders. En wat ik dan heel erg jammer vind, is dat bijvoorbeeld het debat over bevolkingsgroei, wat een probleem is, in Nederland niet gevoerd wordt. En als je daar een debat over hebt, dan ben je of tegen de buitenlanders of je bent ervoor. Terwijl de probleemstelling, namelijk dat er 82.000 mensen per jaar naar Nederland toekomen en allemaal een woning willen hebben en vaak kansarmer zijn. En vaak in de grote steden terechtkomen waar gewoon het absorptievermogen bereikt is. Ik woon zelf in een stad in Den Haag waar dat gewoon zo is. Waar de wijken echt zuchten onder de bevolkingsgroei. En dat is een tekort aan leraren, tekort aan zorgpersoneel, tekort aan agenten, tekort aan woningen. De sociale cohesie die verdwijnt uit wijken. En zolang je niet op een volwassene manier praat over bevolkingsgroei, iets wat Jan Latte, oud hoofddemograaf van het Centraal Bureau voor de Statistiek ook zegt, daar moeten we een debat over voeren op een volwassen manier, zonder mensen in hokjes te stoppen. Ja, ja. En toch ook te kijken hoe we die bevolkingsgroei wel kunnen gaan remmen. En in de jaren 70 is daar bijna een staatscommissie voor opgericht. Toen konden we daar wel normaal over praten. Toen kwam de conceptiepil. En toen ging het aantal bewoners in Nederland weer naar beneden. Is die neut van de grond gekomen. Maar ik denk dat het de tijd rijp is om weer een staatscommissie bevolkingsgroei in te richten en te kijken, als we ze doorgaan als nu, dan bouwen we binnen 10 jaar, hebben we weer meer dan 800.000 nieuwkomers die allemaal moeten wonen en werken. Ja, dat gaat gewoon in Nederland niet. En daar moeten we wel het debat over hebben. Jan Latte zegt ook, sinds hij bij het CBS weg is, zegt hij dat hij nu pas dit onderwerp kan bespreken. Omdat hij dat dus binnen het CBS, toen hij daar nog actief was. En dan hebben we het dus gewoon over cijfertjes. Ja, dan hebben we het gewoon over demografische feiten en cijfers. Ja. Niet over wie met wie thuis mag komen en waar hij vandaan komt, maar gewoon over nieuw. Wat jij zegt is helemaal waar. Ik heb in Den Haag een motie ingediend. En er werd meteen, het was ook op de dag dat Hart voor Den Haag op 11 zetels werd gepeld. En de PvdA 2. Hebben we daarover gesproken, over bevolkingsgroei. Van jongens, laten we nou beleid over maken in Den Haag. Laten we naar het Rijk zeggen dat Den Haag die statushouders niet meer kan herbergen. Want we kunnen dat gewoon qua stad niet aan. En dat is in de 4 grote steden. Meteen de racismekaart. En het heeft helemaal niks met racisme te maken, want bij mij zijn Ali en Fatima ook lid van de partij. Het zijn juist Ali en Fatima die de prijs moeten betalen voor de toestroom van nieuwkomers, want die komen allemaal terecht in de armere wijken
waar Fatima en Ahmed, die wonen daar vaker. En die hebben daar last van. Die krijgen minder goed onderwijs. Die hebben de gevolgen van lerarentekort. Dus juist om die mensen te helpen, moet je juist bevolkingsgroei. Je bedoelt dat die op het punt stond om door te breken van een onderklasse naar een middenklasse. En dan wordt het tegengehouden omdat de faciliteiten om dat laatste duwtje te kunnen geven aan je eigen leven worden. De nieuwkomers in Den Haag komen altijd terecht die al kansarmer zijn. Die komen nooit terecht in het chique statenkwartier. Die komen altijd terecht in de kansarmere wijken. In de Schilderswijk, in Transvaal. En dat is in Utrecht in Kanaleneiland. Dat is in Amsterdam, in de Amsterdamse wijken zo. De zwakke wijken zijn altijd de klos. Die kunnen dat niet meer handelen. En als we niks doen, sociale cohesie kwijt. Ja, en dan krijg je gewoon problemen. En dat is al zo bij onregel. We hebben met de avondklok gezien. Is vaak ook in die wijken gaat het mis. Ja. Er is gewoon een veenbrand. Die moeten we wel willen blussen met z'n allen. En dat mis ik vaak in de politiek. Nou ja, en dat heel veel mensen zich helemaal niet meer vertegenwoordigd voelen. En het is natuurlijk afschuwelijk dat mensen dan in hun botte harsenzalen om de andere spullen, of de spullen van mensen, winkels te gaan vernielen, zorgverleners te gaan aanvallen, hulpverleners. Dus dat is natuurlijk. Maar het geeft wel een bepaalde. Ja, gevoel ook in de maatschappij dat heel veel mensen toch zich niet vertegenwoordigd voelen. En je moet dus kijken, niet naar in welk hokje mensen zitten, maar je moet kijken naar klassen. Van hebben mensen het netwerk en de mogelijkheden, gelijke kansen, gelijke rechten. En de mogelijkheden om door te stromen naar bijvoorbeeld hogere opleiding of een betere woning. Of kunnen ze zich ontworstelen aan de kansarmoede. Dat is weer een punt waar jullie ons elkaar op kunnen vinden. Ja, maar ik weet alleen niet of Femke zo hard zegt van wij willen als Code Oranje wel, en dat wil ook 65% van de Nederlanders, wil immigratiebeperkende maatregelen, onderzoek van Kantar. En Code Oranje vindt dat we aan dat verzoek van de Nederlanders ook eindelijk eens een keer gehoor moeten geven. Natuurlijk moet je mensen in nood helpen, opvang in de regio. Dat is een andere manier om uit te leggen wat zij eigenlijk ook zegt. Maar dat er inderdaad het niet gehoord voelen komt tot uiting in dit soort cijfers. Ja. Ze zeggen met 65% we willen een beperking op migratie. En de politiek Den Haag zegt dat kan niet, want verdragen en dit werkt nou eenmaal zo. Ja. En dat in dat opzicht. Maar dat is misschien ook een reden waarom jullie allebei hier aan tafel zitten met allebei een eigen partij. En er meer versplittering is. Meer mensen, meer partijen op meer manieren proberen om die kiezer wel weer een beetje aan zich te vinden. Maar is dat goed denkbaar? Absoluut wel. Ik snap wel dat er twee partijen tegenover ons zitten nu, of vertegenwoordigers van twee partijen, die allebei als kern in hun programma een beetje hebben, beter luisteren naar de burger. En dan kun je ook zeggen, dat is een flauw cliché, want alle politieke partijen zeggen in campagnetijd, geef ons systeem, want wij zijn er het best mee. Maar jullie willen je hele systeem er ook een beetje op inrichten. Ja. Hoe je je partijen allebei inricht. Absoluut, ook echt hoe ik in de Kamer sta en nu functioneer, dat is zo anders dan andere politieke partijen het doen. En het meest aansprekende voorbeeld van de coalitiedwang en de fractiedwang was natuurlijk het wegrennen voor die motie Wilders, waar zorgverleners, zorgmedewerkers een hoger salaris zouden krijgen. Dat was afschuwelijk. Dat was echt afschuwelijk. Letterlijk wegrennende Kamerleden. Maar dat waren echt Kamerleden waar ik zij en zij mee heb gestreden om voor betere zorgsalarissen. Dat is afschuwelijk. Dat je dan door je fractie of door de coalitie of allebei gedwongen wordt om weg te rennen voor een stemming. Terwijl eigenlijk het een van de grootste doelen van het Kamerlidmaatschap en een van je belangrijkste taken is het stemmen. Ja. En als je dus wegrent voor een stemming, omdat je wel eens niet meer de meerderheid zou kunnen hebben. Ja, en probeer daarna nog maar eens op dat dossier geloofwaardig te zijn als Kamerlid. Absoluut. Ja. Omdat je net bent weggerend samen met de rest van je. En dat zag je bijvoorbeeld ook, en dat was eigenlijk heel recent, over het rapport van de ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag, ongekend onrecht. Normaal gesproken ga je daar in alle rust en met onbeperkte spreektijd ga je daar in de plenaire zaal over praten, over zo'n rapport. En zeker als een kabinet erop gevallen is, dan ga je daar even goed de tijd voor nemen om te kijken van welke lessen kunnen we hier nou uittrekken en wat zijn nou eigenlijk de bevindingen van zo'n commissie. En het is niet omdat ik zelf in die commissie heb gezeten, maar ik vond het dat ongekende onrecht. En dat
speelt op heel veel verschillende beleidsdomeinen. Maar nu even die ouders van die toeslagenaffaire. En daar is het kabinet opgevallen. En dan neemt dus het kabinet neemt een vlucht naar voren. Die is dus 3 dagen voor dat debat was ingepland afgetreden. Daardoor nemen ze eigenlijk vlug naar voren, halen ze de angel uit het debat. Ja. En wordt het hele... Ze hebben toch geprobeerd het debat ook nou, dat is op te schrijven. Ja, nee, dat is gewoon van de agenda verdwenen. Ja. Het werd een debat over het aftreden van Rutte 3. Ja. En vervolgens hadden we daar, ik had al 6 minuten spreektijd... en de grote partijen 10 of 13 minuten spreektijd... om dus en het aftreden te bespreken en al het ongekende onrecht. Ja. Ja, ik vind het ook werkelijk stuitend dat zowel Rutte als Hoekstra... die daar toch allebei geen schone handen hebben. En het is aan de partijen zelf. Maar ik hoop dat de Nederlander wel ziet. Want Femke zegt is helemaal waar. Dat ze dus inderdaad de lucht naar voren nemen... en niet willen praten over falen. Dat zie je met die... Dit volgens mij heeft dit een haakje met participerende... hoe jullie partijen willen inrichten. Dat je toch ook wel ziet dat in de media is er veel aandacht geweest. Wij als media mensen hebben natuurlijk ook veel gelezen over die toeslagaffaire. Mm-hmm. Ook steeds meer meegetrokken in dat verhaal. Ja. Dat zag je bij Pieter Omtzigt ook heel sterk gebeuren. Dat hij er steeds persoonlijker bij betrokken leek te raken. Ja, absoluut. Ook op basis van het werk van Renske Leijten, die dus de daadwerkelijke verhalen had geschreven. Maar nadat dat rapport naar buiten komt, in coronatijd, is de reactie van een meerderheid, lijkt het te zijn, afhankelijk van welke nieuwsmedium je gevolgd hebt, maar bij de NOS onder andere, waren er vooral veel mensen die zeiden, ja, maar corona is belangrijker en kunnen we nu even niet hebben en laat maar lekker zitten en hier hoef je niet om af te treden. Ja, maar zo wordt ook wel de marketing daarop ingericht. Hè? We kunnen natuurlijk van Rutte heel veel zeggen, maar de marketing om de man heen, die is perfect. Ik heb nog nooit iemand... Ja, maar dit gaat niet over de man. Mijn punt is een beetje... dat een demissionair kabinet niet meer over corona kan praten. Ja. Dan vind je dat ze er niet over kunnen praten? Jawel, absoluut wel. Dat hoeft toch ook? Maar niet zulke vergaande, ingrijpende beslissingen nemen als een avondklok. Dat lijkt me nou niet echt... Hoezo die gewoon voorgehouden aan de Kamer? Nou, hadden wij daar nog echt iets over te zeggen? Dus, ze hadden toch een meerderheid hiervoor. Ja, maar dat is toch met altijd zo'n dingen die de coalitie beslist? Het was heel duidelijk te zien dat Jette eventjes een soort van 1-2'tje met het kabinet had gemaakt. Dit is toch het hele spel, 4 jaar lang? Dat is een spel, maar dat is toch niet meer... Het is in niemands belang, dit spel. Behalve in hun eigen. Ja, precies. Wat hier kwalijk is, Rutte wilde koetkekoet die avondklok, terwijl die ook de burgemeester van Amersfoort is zo iemand geweest. Vanuit burgemeesters is er gewaarschuwd, Rutte doet dit niet. Handhavingscapaciteit van de politie kan dat niet aan. Nee. We voorspellen een hoop onrust. Wat heeft die avondklok nou gebracht? Heeft het corona opgelost? Nee. Voor geen millimeter. Een dag daarna de hele boel is kort en klein geslagen. En waarom hou je er dan toch aan vast? Maar scanners uit het veld zeggen dit moet je niet doen. Ja. Okay, maar mijn punt is dat Femke Merel zegt, je mag als demissionair kabinet niet over zoiets heftigs als een avondklok beslissen. Terwijl de keuze is nog steeds voorgelegd aan de Tweede Kamer. Dus hoe dat nou een half jaar geleden was voorgelegd, als ze niet demissionair waren, dan was je er ook in getuind, want dan had de hele coalitie ook meegestemd. Dan was hij er ook geweest. Dus daar zie ik het verschil niet zo. Ja. Nou ja, je kan je wel afvragen of een kabinet in demissionaire status inderdaad dit besluit had mogen nemen, omdat het nogal vrijheidsinperkend is. De Kamer heeft mogen en geen directe oplossing. Ja, maar de vraag is of je zo'n onderwerp dus niet controversieel zou moeten verklaren, zo'n avondklok. En als je nou besluiten moet nemen over een vaccinstrategie, over dingen die echt daadwerkelijk het acuut vergroten van het aantal IC-bedden. Absoluut. Of zoiets, dat is iets anders dan deze maatregel legt eigenlijk een beetje de schuld weer, dat doen veel van die maatregelen, de schuld bij de burger. Van, het is jouw schuld dat we ziek zijn, Sterker nog, er is ook een aantal keren door dit kabinet gecommuniceerd dat het aan de burgers ligt. Nou, de burgers zitten nu massaal binnen. En ondertussen zitten wij nog steeds en corona is nog niet opgelost. Op een degelijke vaccinatiestrategie, want daartegenover staat hij dus niet. En dat wordt demissionair behandeld, als in nauwelijks fatsoenlijk besproken. Okay. En wordt wel... Ik zag het Van Dijkhoff bijvoorbeeld... Eén ding kort, dan ga ik naar het volgende. Nou ja, ze hebben maandenlang zwarberbeleid gevoerd. Absoluut. En totaal niet goed gecommuniceerd. De eerste maatregelen in maart waren al van... Ja, wat zijn de maatregelen nou? We hebben het al een keer eerder over gehad. Ja. Vervolgens zou je verwachten dat je dan een team... Dus een soort van crisisteam samenstelt... Met echt communicatie-experts... om dat heel helder in de samenleving te laten landen... wat de maatregelen zijn en waarom het nodig is. Dat je mensen
meeneemt in je beleid. Dat hebben ze al die tijd niet gedaan. Ze hebben ook op bepaalde momenten echt aantoonbaar veel te laat gereageerd. En dan gaan ze nu echt een draconische maatregel als een avondklok en dan ook nog verlengen, terwijl het helemaal niet bewezen is dat het ook maar één sikkepit werkt. Dus ze kijken daarbij gewoon naar Duitsland. Ze hebben helemaal geen eigen inbreng daarin. We kijken wat Duitsland doet. Nou, daar hebben we ook over gelezen hoe dat allemaal onder druk is gezet. Extra angst de samenleving in gegooid. Het werkt niet. Ja. We zijn dus onze sociaal-economische schade die is gigantisch. Mensen lopen gewoon tegen problemen aan. Maar vooral ook de economie. Straks een bloedbad aan faillissementen. Nou ja, goed dat je het gelijk aansnijdt, Richard. Waarom geen lock-in? En kwetsbare mensen beschermen. En alsjeblieft het sociaal-economische leven weer opengooien. Want we zijn een partij schade aan het aanrichten. Wat we de komende jaren niet meer goed Ik kan me in heel veel dingen heel erg vinden. Hè. En het is zeker bij de oppositie natuurlijk een verhaal wat je meer hoort. Hè. Gooi die kroegen open, die economie moet weer gaan draaien. Maar wat de heren, en ik ben benieuwd wat jullie daarvan vinden, die hier de hoge heren in Den Haag nog niet durven te vertellen, is wat gaat dit ons kosten zometeen? Als straks de corona voorbij is, de kroegen gaan weer open, de steun valt weg, dan zullen er een heleboel zaken gaan omvallen en dergelijke. Ja, het MKB is natuurlijk de banenmotor van Nederland. Ja. Dat is duidelijk. Maar hoe voorspellen jullie het? Wat gaat dit ons kosten? Nou ja, het moet terugbetaald worden. Ja, je moet zorgen dat ze niet omvallen. Want als ze omvallen, kost het de samenleving veel meer geld. Ja. Dus je moet nu zorgen dat ze niet omvallen, dat ook de leefbaarheid blijft. Ja, dat doen ze nu ook. Blijft, ja, precies. Nou ja, maar straks als het heel veel ondernemers vallen nog tussen de wal en schip. Precies, als je kijkt naar de horeca, er is gecommuniceerd. We gaan 90% gaan we compenseren. Nou, wij hebben een horeca-ambassadeur, een grote horeca. Jij doet iets met zaaltjes, toch? Ja. Uit Oost-Nederland. Maar die zeggen, we zijn helemaal niet voor 90% gecompenseerd. We zijn voor 63% gecompenseerd. Ja. En wij gaan straks gewoon massaal kapot. Mm-hmm. Maar klaarblijkelijk geeft de overheid er niet om. Want er komen straks heel veel horeca mensen die omvallen. En die vastgoedjongens zeggen, nou goed, die is omgevallen. Er komt wel weer een nieuwe horeca-uitbater in te zitten. De horeca is al gewoon opgegeven. Daar doet het kabinet ook niet veel aan. MKB, ben ik helemaal met Femke Merel eens. Dat is een enorme motor voor onze economie. De motor. Ja, we moeten zorgen dat dat niet gaat gebeuren. En dat bijvoorbeeld schulden, dat je die over meer jaren gaat uitsmeren. Je wilt dat de overheid daar dus een hand in krijgt. Dus ook als corona voorbij is, nog steun blijft eigenlijk. Kijk, corona is misschien wel voor altijd onder ons. Dat gaat misschien nooit meer weg. Eerste wat Code Oranje zou zeggen, ga naar een lock-in. Ga kwetsbare mensen beschermen. Ga door met vaccineren. Zonder dat het overigens verplicht gesteld moet worden. Ga mensen overtuigen dat het nodig is. En mensen blijven altijd de baas over het eigen lichaam. Maar zorg dat je dat gaat doen. Maar ga vooral heel snel. Ik ben heel blij met het initiatief herstel.nl. Daar worden goede dingen gezegd. Ga de samenleving weer openzetten. Ga zorgen dat we weer gaan leven. Ja. Daar zijn mensen ook voor gemaakt. Ja, vind ik weer. En de rekening die straks betaald moet worden. Want er worden miljarden de economie in gepompt om mensen overeind te houden. Dat moet een keer terugbetaald worden. En dat gaat toch echt de middenklasse betalen, denk ik. En diezelfde MKB'ers. Ja. Hoe? Gaan we ons helemaal kapot bezuinigen de komende jaren? Nee, dat is niet goed, want dan maak je het kapot. Ja, dan maak je het kapot. En, maar het moet toch een keer terugbetaald worden, die miljarden? Ja, laat het daar schuld maar En de CER die zegt nu veel, pas als je staatsschuld oploopt tot 80%, dan moet je echt aan de rem gaan trekken. En daar zijn we op dit moment nog lang niet. Ik weet niet hoe lang we nog verder door kunnen op deze manier. Maar feit is dat je natuurlijk niet nu je zo'n crisis hebt gehad, dat je dan als een malle moet gaan bezuinigen. Maar wanneer dan wel? Het moet dus ooit een keer terugbetaald worden? Of ben ik gewoon heel naïef? Het moet ooit een keer terugbetaald worden. Maar je moet ook zorgen dat anders ga je in een negatieve neerwaartse spiraal weg niet meer uitkomt. Dus je moet eerst zorgen dat de bedrijven overeind blijven. En dan moet je zorgen dat ze de mogelijkheid krijgen inderdaad om de schulden over langere de periode. En dat ze ook weer mensen aan kunnen nemen. Dat je bijvoorbeeld de belasting op arbeid verlaagt en de belasting op grondstoffen verhoogt, zodat het makkelijker wordt BTW. En goedkoper wordt om mensen aan te nemen. Dat de arbeid goedkoper wordt dus en dat PvdA, ondernemers. Het PvdA-verhaal over het verhogen van minimumloon, daar ben je niet voor te porren voorlopig. Nou ja, absoluut wel. Want als je zeg maar de belasting op arbeid verlaagt
En de belasting op schadelijke of schaarse goederen, grondstoffen. We moeten wel rekening houden dat we ook de aarde niet uitputten. Want we hebben maar één aarde. Of je nou wel of niet voor natuur bent. We hebben maar één aarde en daar moeten we het mee doen. Een Earth Overshoot Day, dat valt ieder jaar weer eerder in het jaar. Dus we nemen daarop wat de schaarse hulpbronnen van de aarde betreft ook een steeds grotere hypotheek op dus toekomstige generaties. Dat moet ook een keer ingelopen worden. Dus je moet zorgen aan de ene kant dat arbeid en de diensteneconomie en de kenniseconomie, waar Nederland juist heel erg goed in is, het innoveren, dat gaat ons uit de crisis helpen. Maar al die, dan worden grondstoffen, moet je meer belasten, zeg je tegen mij. We moeten meer aan dat klimaat gaan denken. Dat zijn allemaal dingen die geld kosten. Dus via via komt uiteindelijk de rekening toch bij mij en Bart en de rest ervan. Je kan ook heel goed daarmee geld verdienen. Bijvoorbeeld de tuin- en akkerbouw. Meini Prins, die staat op nummer 12. CEO van Priva. Nummer 12 bij jullie? Ja, nummer 12 zakenvrouw van het jaar geweest. Heeft ook helemaal niks aan. Nee, dus met haar kennis en kunde probeer ik. En zij heeft me ook heel duidelijk verteld van het Westland en gewoon dus de tuin- en akkerbouw van een van de meest vervuilende sectoren, is dat helemaal verduurzaamd. En dat is ook iets, dus die kennis kunnen we ook exporteren naar het buitenland. Je kunt, als je doet die tuinbouwsector al heel erg, toch? Ja, absoluut. Dat wordt nu echt helemaal naar het buitenland uitgerold. Daar is Nederland echt heel erg goed in om dat ook in het buitenland aan de man te brengen. Dus dat zijn allemaal kansen, maar dan moet je de ondernemers wel laten ondernemen. En dan moet je ze de ruimte geven om dit te overleven en daarna ook te innoveren op een manier dat goed is voor de ondernemers en goed is voor het klimaat. Ik ben een helse klus. Echt hoor. Om dat voor elkaar te krijgen. Krijg mij zo'n keer. We hebben geen andere tijd. Het begint bij ons heel simpel. Die economie moet open. En dat klimaat zien we later. Zo snel mogelijk. Het klimaat, als het verstandig duurzaam is en je kan er geld mee verdienen. Bijvoorbeeld net het verhaal. En dat kan. Ja, je kan absoluut met duurzaamheid geld verdienen. We hebben ook het MKB heel veel innovatieve ondernemers die hele goede dingen doen voor duurzaamheid. Femke zei net, het Westland, dat is enorm innovatief. Ik heb daar leren werken in het Westland met tomatenplukken en peenbosselen. Dus ik heb er ook nog een warme. Je spreekt vloeiend Pools. Toen was het nog niet zo. Ik spreek vloeiend Westlands. En er kan heel veel geld verdiend worden met duurzaamheid. En dan doe je ook het goede voor de aarde. Maar laat vooral die economie weer draaien. En dan zijn ook heel veel ondernemers weer vindingrijk om dat geld te verdienen, om die kurk van de samenleving te zijn wat het MKB is. Mm-hmm. En zorg vooral dat je in het betalen, met belastingen, met btw-verlaging, met minder regels, dat je die economie draaiende maakt. Ik heb me trouwens ook heel erg verbaasd met deze coronacrisis, dat er altijd geld tekort is in Den Haag. En we hebben een coronacrisis en ze hadden ineens hele diepe zakken. Dan denk je, hoe kan dat nou? Ja, omdat ze graag kunnen lenen. Dat is wat ik altijd hoor. Het begrotingsoverschot, er was natuurlijk wel geld. Maar Rutte was natuurlijk heel goed in oppotten. Nou ja, gelukkig maar. En we hebben de hele zorg kapot bezuinigd. IC-bedden weg, ziekenhuizen dicht. Zorgpersoneel ontslagen. Dat was alles een tekort. Het is niet een kwestie van geld. Omdat er geen geld was. Het is niet een kwestie van prioriteiten natuurlijk. De verkeerde prioriteiten. Ik denk als wij een betere zorg hadden gehad, dat we corona beter hadden kunnen opvangen en misschien wel de samenleving open hadden kunnen dat houden. Dat is een interessante vraag hoe inderdaad de zorg, de andere bestedingen van zorggeld, de privatisering van de zorg, de management tussenlagen die daarin gegroeid zijn. Ja, dat zie je aan de ijzeren voorraden. Bijvoorbeeld voor de persoonlijke beschermingsmiddelen die nodig waren in de crisis. Er werd dan geadviseerd om een ijzeren voorraad. Dus alle ziekenhuizen moesten een ijzeren voorraad hebben. Sommige ziekenhuizen hebben dat gedaan. Er zat op een gegeven moment ook, ik geloof bij Nieuwsuur, zat er een ziekenhuisdirecteur die zei van ja, ik ben nu aan andere ziekenhuizen die ijzeren voorraad eigenlijk, want ja, voorraden zijn duur. Dat kost geld. Dat heb je opslag, in voorraad ruimte liggen. En dat heb je ergens. En geld moet rollen. Ja, dus als je alles privatiseert en ook een van je meest vitale sectoren, de zorg, dan loop je het risico dat zo'n ziekenhuisdirecteur denkt van ja, dat is duur. Dat ga ik niet doen. Nee. Ja, en dat is hartstikke dom. En daar zou je als overheid, en dat gaat gelukkig nu ook gebeuren, dat soort dingen wel weer naar de overheid toe worden getrokken. Maar de zorg is zo kapot gedecentraliseerd en dus kapot bezuinigd. Absoluut. Dat Hugo de Jonge, die zat op een gegeven moment in een kerstinterview, dat was na het zingen, denk ik, dat hij kerstlieder aan het zingen was. Nee. En dat hij zich beklaagde in de krant, in een interview, dat de zorg zo gedecentraliseerd was, dat alles zo
langzaam en stroperig ging. En dat hij er eigenlijk als minister van Medische Zorg geen invloed meer op had. Dat is een kabinet. Wat is hier gebeurd? En die wel had, heeft natuurlijk ook, vlak voor de coronacrisis, is natuurlijk het vaccinatiebedrijf wat we hadden in Nederland. Het Nederlandse vaccininstituut. Even naar een ander onderwerp. Want we vliegen al door de tijd heen. Maar dat geeft niet. Dat komt een beetje over splinterpartijtjes. Jij hebt je partij gewoon ook echt Splinter genoemd. Ja. Waarvoor respect overigens. Ja. Een hele goede naam. Als ik het uit mag geven, Splinter. Dat is ook dat, zeg maar, scherp. Scherp. En prikkelend. Maar ook juist de kleinste splinters kun je het moeilijkst verwijderen vaak. Hè? Dus dat als je de splinter bent in de vinger van een minister of de minister-president. Een hoopvolle keuze geweest ook. Het is de manier waarop je bijvoorbeeld dus kamervragen stellen. En dan niet denken van, oh, ik heb antwoorden. Fijn, we kijken er volgend jaar wel weer een keer naar. Het filmpje is gemaakt en de politieke one-liners zijn ook weer gezet. Kijk, je kunt echt als splinter doorvragen. Dat kan toch elke partij? Ja. Daar zit ik een beetje tegenaan te hikken, Femke Meer. En ook Richard de Mos. Weet je, weer een splinterpartijtje, weet je. Maar wij worden heel snel een dikke balk. En die is nodig, dan kunnen we die rukken. Allemaal prachtige metaforen. Weet je, jij hebt misschien een zeteltje halen. Dat kost al moeite genoeg. En dan zitten er weer allemaal van die kleine partijtjes. Maar ik kan het wel uitleggen met die zorgbonus, bijvoorbeeld. We hadden allemaal geklapt voor de zorg. Ja, en dat heb je geregeld en dat is heel knap. En dat heb ik geregeld, maar hoe heb ik dat gedaan? Omdat al die grote logge partijen eerst hun achterban en het partijtop moeten bellen. En die van de fractie en die, voordat ze een motie kunnen indienen. Ze hebben dat allemaal al gedaan. En ik kan gewoon heel snel schakelen. Maar ik vind het een verkeerde stellingname dat kleine partijen, we zijn allemaal klein begonnen. En als je gewoon een goed verhaal te vertellen hebt, en dat hebben wij met de ombudspolitiek, dan kan je ook snel groeien. En je kan ook snel weer zetels verliezen. Het is het feest van de democratie om met mensen een politieke beweging te beginnen. Al die kleine partijen om maar weer om hier een beetje, als je naar het, als je het anders onafhankelijke kamerleden in principe, hè? In theorie, ja. Maar in praktijk zijn ze dat natuurlijk niet. Nee, dat doet, staat in de grondwet. Ja, maar ze zijn het niet. In praktijk niet. Ze zijn het niet. Dat is meer in de grondwet. Dus de macht van de politieke partij is gewoon te groot. Want die zou dienend moeten zijn aan de Kamerleden, in plaats van dat de Kamerleden dienend zijn aan de politieke partij. En dat zijn jullie speerpunten ook. Maar jij zegt, oké, ik heb 2,2 miljard voor de zorg binnengehaald. Ja. Maar ik denk dat het een utopie is om te denken dat je echt heel veel gaat bereiken. Je kunt dingen onder de aandacht brengen. Maar Tom, dat denk ik. Je bent de beslissende stem. Je kan ook zeggen dat het huidige partijsysteem, partijkartel zoals je dat zou kunnen noemen, wat gewoon een prima duiding is, is bijna niet tussen te komen. Het is heel moeilijk om een koevoet tussen die deur te krijgen en daartussen te komen. Je zou juist moeten zeggen, ik denk dat je die kleine partijtjes en de kanshebbers of degene die denken dat ze kans hebben, er zijn er 37 die meedoen geloof ik, die moeten juist wel een voet tussen die deur krijgen en laat ze het maar waarmaken. En als het Femke Merel lukt of als het Code Oranje lukt, Om de komende 4 jaar mee te doen met 1, 2 of misschien wel 3 zetels als je echt druk bent. Dan kun je laten zien dat of je implodeert weer. Want dat is natuurlijk een van de dingen die mensen vaak tegen kleine partijen en tegen nieuwkomers hebben. Die hebben nogal een implosierisico. Ik ga ze niet noemen. Nee. Maar als het wel lukt, dan kun je... Je moet ergens beginnen om die uitbouw te gaan doen. Nou, zij heeft de afgelopen jaren in de Kamer laten zien dat ze ondanks de, laten we zeggen, persoonlijke tragiek van uit partij stappen, et cetera, dat soort dingen, dat ze wel op bepaalde onderwerpen werkt en doorbijt en daar vast blijft houden in bepaalde zaken. En hij heeft laten zien dat hij een volhouder is in de politiek die al langer meedraait, waarvan je denkt van als hij in de Kamer komt, even los van dat hele OM-verhaal, dan zit er wel iemand die al dingen kan, die zijn connecties heeft, die zijn banden heeft en die, als de boel bij elkaar blijft, langzaam een wat grotere koevoet zou kunnen worden die dat partijkartel openbreekt. Want dat is volgens mij uiteindelijk, want daar wil ik heen. Het doorbreken van die traditionele partijen. Die lukt dat een beetje. Die ook moet aandacht een beetje aangepast worden. En want je zit nu bij ons, maar je wordt niet uitgenodigd straks voor de grote lijsttrekkersdebat op RTL 4 en op de NPO. Ja. Je krijgt hier een beetje aandacht. Ik hoop daarbij ook, Tom, dat de kiezer, en ik heb daar ook vertrouwen in, niet dom is. En dan gaat Rutte voor de zoveelste
keer vertellen dat hij de immigratie gaat tegenhouden. Afgelopen 10 jaar 750.000 nieuwkomers erbij. Die man is Pinocchio in optima forma, zou ik bijna willen zeggen. Of hij is beter geoutilleerd om de mensen te overtuigen. Ja, maar ga dat maar aan. En ik geloof dat er zat kanalen zijn om je verhaal wel te vertellen. Social media, lokale media, regionale media, het netwerk van lokale partijen. En als we eenmaal binnenkomen, hebben we die kievoet. Dan kan je alle middelen inzetten, schriftelijke vragen stellen, debatten organiseren. Dat is ook wel slim gedaan, omdat heel landelijk via lokale partijen aan te doen. Ja, en nog één ding om toe te voegen. Ik weet ook hoe het werkt. Ik ben in Den Haag ook klein begonnen met één zetel. En werd ook, ja, het gaat niet lukken en ook een splinter. En dat werd ook heel snel een hele dikke balk. En nu zijn we de grootste partij. Dus als je gewoon het verhaal vertelt en daar ook echt met geloof en enthousiasme en vastberadenheid jezelf in vastbijt en ook laat zien aan je kiezer dat je voor ze vecht. En nou, er kan mij heel veel aangerekend worden, maar niet dat ik niet voor mijn kiezers vecht, want ik ga door roeien en ruiten. En ik wil daar ook gewoon echt voor die mensen in het land wat gaan betekenen op een volkse manier. Ik ben een volksjongen, puur zang. En ik wil gewoon voor die mensen een brede volkspartij neerzetten. En die mist Nederland. Jij hebt het nu in je social media, je website. Ja. Je hebt wat bereikt vanuit je kamer. Daar heb je ook dingen letterlijk bereikt. Ja. Dus daar krijg je nog wel een beetje aandacht van. Maar je krijgt geen geld van de overheid. Nee. Jij niet? Nee, want alle zittende partijen. Kijk, jij krijgt een beetje vanuit de gemeente, denk ik. Maar Richard krijgt geld van andere plekken, maar niet van de gemeente. Nee, dat mag ik niet gebruiken. En ik zoek nog donateurs, dus mensen kijken. Graag doneren. Nou, dat geldt natuurlijk ook voor Splinter. We hebben een donatieklop. Ja, dat geldt ook voor Gestel. Nou, maak dat bij even reclame. Jullie hoeven vandaag niet voor ons te doneren. Waar kunnen ze bij jou doneren? Wat heb je al opgehaald? Ik heb op dit moment iets meer dan 7000 euro opgehaald. Natuurlijk voor gewoon persoonlijke donaties is dat ontzettend veel. En daar gaan we hele goede dingen mee doen. Social media campagnes opzetten. En we kunnen er posters van betalen op de meeste strategische plekken. Maar we hebben natuurlijk nog wel wat meer nodig. Ja, want je moet nog met een bus naar markt in Horen en dat soort dingen. Nee, dat niet. Dat gaan we allemaal niet doen. Nee, je moet kamp wassen, ook niet. Je moet het wel slim inzetten. Ja, dat kan ik wel hopen. Zeker als je nog maar 7000 hebt, dan moet je dat heel slim inzetten. Waar kunnen mensen doneren? Op splinterpolitiek.nl. Daar zit een donatiebutton. En als ik, stel ik ben een grote multinational, dan... Ligt eraan, wat kan je voor me doen? Wat voor multinational je bent? Nee. Nou, we hebben ook dus een contractje voor de mensen die wat meer willen doneren. Dat je van nou heel veel dank voor de donatie. Wat krijg ik ervoor? Niets. Oh. Dus dat is... Niets. Ja. Oké. Okay. Nee. Ik weet niet of dat een hele slimme was. Maar bijna. Ries, hoe gaat het bij jou? Want jij moet ook een beetje oppassen. Want je ligt onder een vergrootglas. Ja, dat is wel prima. Ik heb er een mooi boek over geschreven. Dus je doet het even omhoog houden. Mijn verhaal. Dan kan iedereen dat boek lezen. Echt een ontzettende, echt gewoon... Die boxerschoenen zijn wel keur, erg, hoor. Verschrikkelijk afgezaagde titel. En staat er ook nog met hoe heet het, van die hoe heet het? Je bokst dus met je bril op. Links en rechts. Ja, ik krijg een klap terug. Ik klap terug. Ik heb er al zat gehad. Nee, maar dus dat boek kunnen ze massaal kopen. Maar ze kunnen ook doneren aan Code Oranje via codeoranje.nl. Behalve als je een zalencentrum hebt. Nee, okay, die blijft ook doneren. Die blijft gewoon doneren. Ik beschrijf ook, ja. Maar heb je geleerd van waarom je nu... Nee, want ik vind dat ik niks fout heb gedaan. Okay. Ik heb gedaan wat ik heb beloofd. Ik heb gedaan wat ik in mijn verkiezingsprogramma heb gezet. En dat heb ik gerealiseerd. Opkomen voor de MKB'er. Opkomen voor de horeca. En dat heb ik in Den Haag gedaan. En daar heb ik heel veel donaties mee opgehaald. Ja, en dat ga ik nu weer doen. Ik ga opkomen voor de MKB. En opkomen voor Nederland. Opkomen voor mijn kiezers. En als mensen zeggen, hey, dat opkomen en die vechtjas, de mos, die gaat voor me knokken. Ja, dan moet je vooral doneren dat we in de Kamer komen. En dan kan ook, je kan ook een tikje krijgen. Zit iemand naast je te trappelen om wat te zeggen? Ja. Nou, dat ze toch ook wat gaat doen ervoor. Het probleem is dat de zittende partijen, ik heb het even opgezocht, die krijgen dus 16,5 miljoen per jaar aan subsidie. Ja, zittende partijen. 16,5 miljoen. Jij zit toch ook, omdat jij bent afgesplitst, stelt het niet. Krijg het niet. Nee, okay. Nee, het gaat om ledenaantallen, toch? En we hebben op dit moment ook geleden. We hebben natuurlijk, en dat is pas als je zittend bent en een bepaald aantal leden hebt. Als je al gekozen bent, dan krijg je een keer subsidie. Maar dat is natuurlijk een hele perverse prikkel. Dat als je een nieuwe partij... Waar haal je geld vandaan?
Dus dan moet je inderdaad crowdfunding op gaan zetten. En dus als je dat helemaal eerlijk en transparant wil doen... Eigenlijk wordt het een beetje in de hand gewerkt. Dat, waar ik helemaal geen waardeoordeel heb. Maar ik zelf vind dat het allemaal heel transparant moet zijn. En dat iedereen heel duidelijk moet weten dat ze er niets voor terugkrijgen. Alleen maar heel veel dank en... om daar heel even nog kort op door te gaan. Dat is dus niet, dat is wel gevaar. Zit midden in iemands verhaal. Het wordt aangewakkerd doordat andere partijen zoveel subsidie krijgen. En dus de kleine nieuwe partijtjes eigenlijk geen mogelijkheid hebben om door te breken. En dat is eigenlijk ook niet democratisch, niet in het belang van de democratie. Dat er zo'n groot verschil zit. Dat heeft Forum voor Democratie dan wel weer heel goed en heel slim gedaan. Gewoon inzet op leden. Om vervolgens, en met het verhaal ook van hoe meer wij er hebben, hoe minder geld zij krijgen. En dat alleen al was een goed motief voor mensen om lid te worden. Want dan haal je toch een beetje weg bij de kartelpartijen. Ja. In de hoop dat het op een andere manier beter besteed wordt. Maar het geld komt wel. Je moet eerst in de carousel voordat je er met het centenbakje mag rammelen. Maar lid worden kunnen ze nu ook al hebben. Code Oranje kan je gewoon lid worden. En dan krijg je heel, heel goed. Dus betaal je om lid te worden bij Code Oranje? Dat mag je zelf kiezen. Dus mensen want dat die verschilt ook wel sterk per partij. Mensen die wat minder te besteden hebben we ook graag als lid. Zo gaat dat met de PvdA ook, ja. Maar wat ik... Die perverse prikkel die werkt natuurlijk ook voor lokale partijen. Ik kom uit een netwerk van lokale partijen. Ik ben fractievoorzitter van de grootste lokale of van de grootste partij in Den Haag. Ik weet niet zeker of je dat al vermeld had vanavond. Ik weet voor de zekerheid nog keer. Ik zat denken. Daaruit de grootste. Maar waar het aan misgaat is dat lokale partijen natuurlijk ook geen subsidies krijgen. En daarom was ik blij vandaag met de opiniestuk van Jan van Zanen, burgemeester van Den Haag, in de Haagse krant. Daar heeft hij gezegd dat lokale partijen ook gewoon subsidie moeten krijgen. Want we krijgen altijd lokale partijen halen hun centjes op. Ja, cliëntelisme. Maar ja, waar halen we anders ons geld op? Landelijke partijen krijgen daar gewoon subsidies voor. En lokale partijen moeten concurreren met landelijke partijen. Ja. En ik heb dat boek gepresenteerd, het boek van de mos.nl. Maar dan kan je op een gegeven moment... Het boek van de mos.nl. Okay. Maar dan kan je op een gegeven moment... Ik kan nog wat van leren. Pakt het AD pakt het dan over. En het zegt, de mos heeft 80.000 euro opgehaald. Dan zaten ze nog 20.000 euro te laag, want ik heb een ton opgehaald. Als je dan kijkt wat landelijke partijen ophalen, de PvdA haalt 10 miljoen per jaar op. Ja, hoe komen die dan aan de centen? Daar heeft niemand het over. Het kleinste campagnebudget van 2017, 500.000 voor 50+. Dan denk ik van, 500.000? Ja, over de mensen in Nederland zitten op werken geld, dat wil je niet weten. Ja, dan denk ik, jeetje, waar ga je het allemaal aan uitgeven? Het is lastig. Waarschijnlijk. Ja. En dan gaan we ook nog eens een keer stemmen, verdeeld over 3 dagen, mensen. Waarvan we 2 dagen lang we kunnen dus ook met de post stemmen. Ries, jij was daar dolg over, want de test was mislukt. En Richard de Mos. Nou, ik ben echt geschrokken. Er is gisteren op advies van een oude organisatie in Den Haag, is er in Den Haag een proefstemming geweest. Mm-hmm. En wat bleek, dat de helft van die stemmen ongeldig is. Ja. Ja, als je dat landelijk gaat vertalen. Op 2,7 miljoen mensen die mogen poststemmen, ja, dan is dat nogal wat. En dan hebben we dus echt wel een probleem. Dus ik mag toch hopen dat we al lange tijd weten dat poststemmen eraan komt. Zijn we wel van Henk Kroor? Dat we niet hebben zitten landen van, vooral die oudere mensen zitten bij Code Oranje goed. Hè. We willen onder andere het ziekenfonds terug, we willen de bejaardencentra terug hebben. Dus als oudere mensen kijken, kan je naar de camera. Noem die website ook nog een keer. Alsof zij dat snappen. Maar ik maak me daar wel zorgen om, dat dat dus misgaat voor een web. We hebben allemaal het kiesrecht en dat moet wel beschermd worden. Absoluut. En dat moet gewoon goed geregeld zijn. En het ging fout op een envelop in een envelop doen. Ja. Wie heeft dat bedacht? Ja. Dat moet. Ja. Het moet toch zo simpel mogelijk. En er stond ook in het artikel, ik heb het ook even gelezen, dat het inderdaad... En dan valt het ding weer van mijn schoot af. Geeft niks. Het is allemaal de eerste uiting, hè? Dus dat mag allemaal. Je moet het toch makkelijk maken voor mensen om te kunnen stemmen. Absoluut. En dat mensen het gevoel hebben dat ze het helemaal goed hebben gedaan. Ja, je stempelt je het in een envelop. Maar wie weet dat je het dan nog een keer in een envelop moet doen. Het is echt... Dus we gaan stemmen verdeeld over 3 dagen. En op maandag en dinsdag wordt er niet de uitslag geteld. Dus niet waar opgestemd. Dus wel of de hoeveelheid stempassen en met de stemformulieren overeenkomt. En dat gaat me dan op woensdagavond nog met z'n allen tegelijk stemmen tellen. Dus we kunnen niet ons trucje doen, Bart. Nee, klopt. We moeten er ook maar van uitgaan dat het goed gebeurt. En daar ga ik op zich wel van uit. Maar dan moet het systeem wel zo simpel mogelijk zijn. En ook communicatie, hè? Dat mensen echt precies weten als je post gaat stemmen. En dat zijn vaak oudere mensen. Dat het op een goede manier
gebeuren gaat. En is... dat mensen het kiesrecht is een groot recht in Nederland, dat je stem ook echt... Ja, en dat dus niet, als je je stempas binnenkrijgt, en dat zouden ze ook volgens mij nog per leeftijdsgroep kunnen uitsplitsen, want dat weten ze heus wel bij de overheid. Ja, tuurlijk. Dat als je boven een bepaalde leeftijd bent en je mag dat poststemmen, ik weet niet vanaf welke leeftijd 70. Dat is. Vanaf 70, ja. Dat het gewoon in hele grote, dikke, vette letters bovenaan die brief staat, en niet ergens rechts onder een asterisje met hele kleine letters van, by the way, als u niet durft vanwege corona. Nee, dat moet bovenaan staan. Nee, en dan moeten ze inderdaad geen pas in een envelop, et cetera moeten doen, maar dat moet gewoon heel simpel. Hier is de retourenvlop. Vul maar in wat je stemt en stuur hem maar terug. Dat snapt iedereen wel, het antwoordkaartprincipe. Zeker mensen van die leeftijd. Maar dat hebben ze dus te ingewikkeld. Lijken ze te ingewikkeld gemaakt te hebben. En de vraag is of ze dat op zo'n korte termijn nog kunnen fixen. Nee. Of dat ze dan toch, want er zijn ook nog steeds stemmen die een beetje zo half mompelen van misschien moeten we die hele verkiezingen maar uitstellen. Of ze die gok nog durven nemen. Dat lijkt me geen goede zaak. Volgens mij had 12 februari de tijd om dat te regelen. En het is vandaag. Maar de dag is vandaag niks gehoord. Nog 2 uur om de verkiezingen te kennen. De verkiezingen moeten gewoon doorgaan. We gaan alweer richting het einde. Ook hier rammen we er toch even wat reaguurdersvragen in. Dat kan ik alleen hier niet op zien. Dus als het goed is, krijgt hij zo meteen op het scherm. En kan ik ondertussen nog wel even aan jou, Femke, meer vragen. Wat nou als het niet lukt? Ben je dan teleurgesteld? Ben je boos? Ik ben natuurlijk hartstikke teleurgesteld. Maar wat ga je dan doen? Dan ga ik me vanuit de lokale politiek omhoog vechten. Ja? Dat schijnt want jouw research ging 8 jaar geleden ook zo'n beetje de kamer uit. Al jij het wel. Dan ben je 4 jaar lang van mij, jongen, elke dinsdag. Ja. Kijk er helemaal naar uit. We hebben eigenlijk weer iemand met humor in de kamer. Wacht even, ik heb van reageren goed verstaander. En ik ga even kijken, deze is voor Splinter. Ik lees niets in het verkiezingsprogramma over immigratie, afgezien van hoe LHBT en de rest van het alfabet inderdaad asielzoekers moeten worden behandeld. Klopt dat? Dat klopt. Als het goed is, staat het nu online. Oh. Ik heb het vanmiddag inderdaad afgemaakt. Primair. Maar goed, jij hebt een soort glazen bol. Jij wist al wat goed verstaan. Ik had al wat e-mailtjes gekregen, inderdaad. Dus we krijgen tientallen mailtjes per dag, gelukkig. Dus er zijn wel heel veel mensen die ook naar aanleiding van de kieswijzer denken van... Goh, Splinter, waar staan ze eigenlijk voor? Ze staan bovenaan. Dat helpt maar, wel, hè? Ja, dat helpt enorm. Krijg je daar informatie over? Van, joh, zoveel mensen hebben je kieswijzer gedaan en zoveel... Nee, dat niet. Jij hebt dat weer geregeld ergens? Maar het was met die stemwijze toen die van de week online ging, was het echt booming. Ook bij ons op de site. We hebben zo'n vergadering gewoon goed ingevuld. Want ze kwamen heel vaak bij Code Oranje uit. En dat zag je gewoon. Mensen komen toch kijken. Wat wou je zeggen, Bart? Nee, niks? Oké. Okay. Er was nog een vraag in ditzelfde blokje. Ik weet wat hij bedoelt. Okay. Echt, dat betekent dat we langzaam gaan afronden. Maar diezelfde vraag van net wil ik nog even terugzien, Boris. Ja, dank. Want er stond er nog eentje onder. Splinter is wars van identiteitspolitiek. Hoe kijk je tegen Bijeen en Omroep Zwart aan? Ja, dat is natuurlijk wel heel erg woke. En de identiteitspolitiek ten top. Ja, maar jij bent toch ook wel een beetje woke? Vind je? Nee. Soms wel. Waarom? Hoe dan? Nou, met je klimaat vind ik je wel heel erg woke. Dat is iets anders dan woke, hè? Daar kun je toch ook woke in zijn? Woke is dat je zeg maar anderen de schuld geeft en groepen echt tegen elkaar opzet. Is dat woke? Dat je extra goed wil doen. Zeg maar dat je mensen reduceert naar huidskleur, gender of dat soort... Ik dacht dat je helemaal wakker was vanwege welk onderwerp dan ook. Dat je dan woke was. Het is een beetje overgewaaid. Het komt oorspronkelijk uit de Amerikaanse burgerrechtenbeweging. Ja. Dan was je woke als je eenmaal door had welke ondergeschikte positie je als kleurling had. Dat je ging knielen voor een kleurling. En dat is inmiddels iets uitgebreid naar mensen die ook anders geaard zijn, et cetera. Oké, maar klimaat zit er nog niet tussen? Nee, tenzij je het kan koppelen aan dat iemand gevlucht is en ongewild transgender werd halverwege de Middellandse Zee vanwege het klimaatverandering. Dat zal er vast dan is het misschien zijn. Wel. En even voor alle duidelijkheid, we zijn natuurlijk tegen alle vormen van discriminatie en racisme. En maar dat hoeft niet zo doelgroepgericht. Dat hele van, je doet het nog niet goed genoeg. Zeg maar, je kan het nooit goed genoeg doen. Ja. En het op een voetstuk zetten van bepaalde groepen... dus ten koste van een andere groep, daar ben ik echt helemaal klaar. Dat zie je wel bij Bijeen bijvoorbeeld en bij Omroep Zwart?
Ja. Niet dat Omroep Zwart meedoet, nee, maar... Nee, maar ik bedoel dat het oproepen van geweld en revolutie en terug naar bepaalde sentimenten van... Zie je dat van... bij één, ja, dat ze oproepen tot geweld? Nou, ik ben geen maar, fan, hoor, van ze. Nee, maar... nee, maar ik vind het opzetten van groepen tegenover elkaar. Je moet de verbinding zoeken en je moet oplossingen zoeken voor alle groepen overkoepelend. En niet zeggen van jongens... Als dit dan zijn vanenvraag, zegt ze dat ook natuurlijk. Nou, dat zegt ze niet. Dat is natuurlijk altijd de boze witte man die het gedaan vanuit heeft. Vanuit een privilegeerde... Ik denk ook dat ze het oplossen van discriminatie... en dat is er gewoon in Nederland... dat ze dat geen millimeter dichterbij gebracht heeft. Het is inderdaad het vergroten van de... Van de vergroten van wij zij denken. Wat vandaag D66 toevallig ook weer deed... Jan Paternotte zag ik op Twitter. Die was boos op Wopke Hoekstra... omdat Wopke Hoekstra bij WNL vanmorgen zei... Nederland zou geen excuses moeten maken voor het slavernijverleden. Mm-hmm. Want dat is een beetje, dat wordt een beetje obligaat, zei hij. Obligaat is eigenlijk gewoon een voorportaal van herstelbetalingen, denk ik. En daar had Wopke volgens mij best een punt. Maar daar was Jan Paternotte heel boos over. Want die vond het een klap in het gezicht van mensen met een andere kleur. Nou, dus hij had ook als blanke dat is man woke. Bepaald... Ja, ja, dat is God, ja, ik ben ook niet zo van... En dat wekt irritatie bij heel veel mensen. Absoluut. Ja. En nog een vraag. Als het goed is, hebben we nog een vraagje. Even kijken. Dr. Hermannes, die is dus voor Splinter. Sorry Richard, jij komt nog aan de beurt zo. Ik heb de Splinter als hoogste uitkomst bij mijn verkiezingskeuzes website test. Ik ben daar nog een beetje door van slag af. Maar ik ga mijn verantwoordelijkheid niet uit de weg. En ik wil graag weten hoe ik mevrouw Femke Merel kan ondersteunen met mijn democratische inzet. Dan mag jij namelijk nog een keer noemen waar ze geld naartoe moeten sturen. Nou, niet alleen geld, maar ook vrijwilligers hebben we ook heel hard nodig. Vrijwilligers? Ja. Met vlaggetjes en... Nou, dat er maar niet, maar we hebben de expertise nodig voor van alles en nog wat. Mensen met kennis. Waar kan je naartoe mailen? Laten we het zo zeggen. Splinterpolitiek.nl is de website. Je kan mailen naar info@splinterpolitiek.nl. En daar vind je alles. Dr. Hermannes. Dr. Hermannes, het is duidelijk. Ja. Maar er was ook nog een vraag voor Richard, als het goed is. Met verbazing Richard de Mos boek lezend. Hier, ik heb niet zo'n goede ogen. Hier een vraag voor Richard. Stel dat de rechterlijke uitspraak over jouw onderzoek wat het OM naar jou voert op dit moment luidt onschuldig. Wordt het huidige FOP-college in Den Haag van terstond ontbonden en jij lineair gerehabiliteerd en subiet geïnstalleerd als wethouder en eerste lokale burgemeester? Met andere woorden, omdat jij nu onderzocht wordt door het OM omdat je steekpenningen zijn hebben aangenomen, dat is even in het kort het verhaal, ben je afgetreden als wethouder. Ja. En hij vraagt zich dus af, mag je dan terugkomen, mag dit college gelijk... Nee, zo werkt het helaas niet. Nee, zo werkt het niet, want je bent zelf afgetreden natuurlijk. De typering van FOP-coalitie ook fantastisch. Er zit natuurlijk een partij in, de Partij van de Arbeid, die levert nu een wethouder. 2 zetels nog, mogen straks het licht uitdoen in 2022, dat is dan weer het goede nieuws. en dan gaan wij in 2022 weer liggen op koers. We hebben 3 zetels erbij, lokaal. We gaan van 8 naar 11, volgens de laatste peiling van Omroep West. En dan gaan we gewoon weer formeren. En als ik dan niet in de Kamer zit, dan wordt het weer wethouder De Mos. Dan zit ik wel in de Kamer, dan hebben we genoeg goede kandidaten om die bestuursfunctie, want dat wil mijn partij altijd, zowel landelijk als lokaal. We willen altijd besturen, dat moet ook het hoogste doel zijn om dat te realiseren. Er zijn natuurlijk heel veel partijen die dat niet doen. Je hebt je bruggetjes goed op orde. Nee, maar PVV bijvoorbeeld, die roept en die scheelt, SP ook. Pakken vaak hun bestuursverantwoordelijkheid niet. Nou, die willen wij wel nemen, want dan kan je ook echt wat veranderen als je natuurlijk in die bestuurskamer zit. Dus daar willen we graag komen. Ja, snap ik. Heb je wat mij opviel, dat wou ik zeggen, met dat hele gedoe over... Ja. Iedereen is onschuldig voordat je schuld is bewezen. Nou, dat was geen vanzelfsprekendheid. We willen niet meer met je samenwerken. Twijfel bij media en binnen 24 uur ging de stekker eruit. Terwijl toch het merendeel van de stad fan is van Richard de Mos en zijn partij. heeft mij bevreemd, maar ik heb er een mooi boek over geschreven. Dus. Ja, waar kon je die ook weer bestellen? Het boek van de Mos.nl. Het boek van de Mos.nl. Alle jezus, jongens. Had ik nog een vraag voor Richard? Eentje nog, dacht ik. De laatste. Bel de Wouter, dat is even mijn favoriete nicknames. Beste Richard, je moet kiezen. Naast Greet of naast Thierry zitten in de kamer?
En met wie liever opeens zelf. Ja. Hey, voor de duidelijkheid moet ik even bijzeggen. Voor de mensen die weten, je bent daar niet heel lekker weggebonjourd bij de PVV. Nou, op het verkiezingsfeestje stond jij in je tuin te tanken. En toen kwam het bericht, je staat niet, je mag hoeven volgende keer niet meer bij te zijn. Ik was niet, nee, het was ruim van tevoren voor het verkiezingsfeestje. En even te goede, ik heb heel veel van Geert Wilders geleerd. En ik vond het toen nou, ik vond het toen heel jammer, natuurlijk. Ik vond Kamerlidmaatschap een ontzettend mooi beroep. En we gaan het straks weer gewoon doen. Het hoogste ambt, hè? Ja, en heel eervol. Maar ik ben er no hard feelings. Hè. Hij heeft alle recht om iemand wel of niet op mijn lijst te zetten. Ik heb veel van hem geleerd. En ik heb hem na die tijd ook een aantal keren nog gezien. En dan zijn we gewoon on speaking terms. En als ik dan moet kiezen op een stoel, dan ga ik lekker naar Geert zitten. Ga lekker naar Geert zitten? Zou je, als er geen code oranje zou zijn, nog op hem stemmen? Nee, dat dan niet. Op wie dan wel? Op Richard de Mos. Want, nee, maar als je er niet bij zit. Nee, maar dat is niet het geval. En dat is een hypothetische vraag. Ik heb een ambitie. Ik heb dat is inderdaad een geen antwoord op een vraag. Nee, maar ik ga voor code oranje. En daar heb ik al mijn zinnen op gezet. Al heel lang. En daar gaan we gewoon een mooi resultaat mee neerzetten. Femke Mio, als jij niet in de Kamer zou zitten en geen gooi zou doen naar het Tweede Kamerlid volgende termijn, op wie zou je dan stemmen? Ik zou echt niet weten. Nee? Ik zou echt niet weten op wie. Niet op Richard? Nee, en dat is ook de reden waarom ik denk dat Splinter echt een goede groep vertegenwoordigt. Want ik zou zelf echt niet weten op wie ik zou moeten stemmen. Okay. Voor de scherpe en onafhankelijke partij. Richard, ik ga deze aan Fiona geven. Fiona die stuurde net op Insta een bericht dat ze op je gaat stemmen. Nou, dat is een liefheid, Fiona. Ja, dus die mogen maar heel veel Fiona's zijn in Nederland. Ja, dat hoop ik ook voor je. Bart, heb jij nog een prangende vraag? Nee. Dan hebben jullie allebei eventjes heel kort, en dat zegt vooral tegen Richard, heel kort. Mag je nu nog eventjes dat wat je kwijt wil? Je website mag ook allemaal genoemd worden. Geef even 30 seconden. Waarom moesten we ook alweer op Richard de Mol stemmen? Nou, lieve mensen, ombudspolitiek. Politiek waarin we doen wat we zeggen en voor u opkomen en Nederland een beetje beter gaan maken. CodeOranje.nl, 17 maart. Gewoon stemmen op de beste kandidatenlijst van Nederland. Zeer divers. Kijk eens op CodeOranje.nl. En oh ja, ik heb ook nog een boek geschreven. Het boek van de boek. Fijne avond. Femke Mio, jij ook. Pak je moment. Volgens mij is dat je camera. Oh jee. Nou, scherp en onafhankelijk. Dat is Splinter, lijst nummer 22. En nou, kijk vooral op splinterpolitiek.nl. Waar kunnen we jouw boek bestellen? Ja, ik ben eerst zo druk geweest met het schrijven van het... Onrecht kun je gratis downloaden. En het verkiezingsprogramma. Ja. Dat komend weekend echt helemaal online komt te staan. En dan daar heb ik ook lang aan geschreven. Dus dat boek dat komt er misschien ooit nog eens, maar nu geen tijd. Is goed. Ik hoop oprecht dat jullie allebei het gaan halen. Want ik mag jullie allebei heel erg graag. Ik ga niet zeggen of ik op jullie ga stemmen of niet. Dat hou ik altijd geheim. Maar ik hoop jullie echt gewoon na 17 maart in Den Haag sowieso elke dinsdag tegen te komen. Top. Bart, we zijn er volgende week weer. Wie, Tom? Ja, met wie is een goede vraag. Dit programmaatje voor elkaar krijgen, dat is toch best lastig, lieve mensen. We hebben een paar grote namen die hebben toegezegd. Waaronder Joost Eertmans. Die komt ergens rond 12 februari uit mijn hoofd. Nee, kan ook 5 zijn. Dat is vandaag. Maart. Hij staat al een poosje buiten. Dus, ja, ja. Die schuift. We gaan nog een uur door met Joost Eertmans. Ik wil heel graag Klaas Dijkhoff hebben. Nou, die ga ik morgen gewoon persoonlijk even bellen. Geert Wilders heeft toegezegd om te komen. Nou, die schuift dus ook aan. Dus dat ziet er allemaal goed uit. Maar die weet nog niet op welke datum. En Pieter Omtzigt, die heeft het slim gedaan. Die koos een datum zo dicht mogelijk tegen de verkiezingen aan. Dus voorlopig zijn we er nog op vrijdag. Misschien op woensdag, misschien op donderdag. Maakt niet uit. Maar u gaat in ieder geval kijken. En het is in ieder geval op 9 uur. Tot de volgende uitzending van Schermtijd voor Politieke Partijen. Dankjewel Bart. Dankjewel Richard. Dankjewel Femke Merel. Tot de volgende.